En welkom bij een nieuwe aflevering, nieuwe serie, Sif, gezellig, helemaal blij. Season 5, we hebben nou twee keer de domination gedaan. Eén keer met William, gewoon omdat we Nederland zouden zijn. En één keer met Chaka, omdat mijn favoriete military ding is. We hebben in season 2 hebben we gewonnen met Gustavus Adolfus. Met Zweden, mijn favoriete, als het goed is, diplomaat Sif. Even kijken. Ja, want dit is gewoon een fijne boost ding gedoe. We hebben in season 4 verloren met Brazilië, mijn favoriete toerisme Sif. Dus nu gaan we science doen. Science. We hebben daar twee voor. We hebben deze. En we hebben, even kijken, waar is die tweede bitch? Hier, deze. Ik ga deze doen. Dit is mijn favoriete science gast. We gaan gewoon een random map type doen, denk ik. Ja, dat gaan we gewoon doen, denk ik. Ja. Helemaal goed. Ziet er allemaal goed uit. 24 maken we er even van. Nee, al 25. Oké, start game. 3, 2, 1. Dus we doen nu Babylon. Gewoon voor... May the blessings of heaven be upon you, O great Nebuchadnezzar, father of mighty and ancient Babylon. Young was the world when Sargon built Babylon some 5,000 years ago. Long did it grow and prosper, gaining its first empire in the 18th century BC under godlike Hammurabi, the giver of law. Although conquered by the Kassites and then by the Assyrians, Babylon endured, emerging phoenix-like from its ashes of destruction and regaining its independence despite its many enemies. Truly was Babylon the center of arts and learning in the ancient world. O Nebuchadnezzar, your empire endured but a short time after your death, falling to the mighty Persians and then to the Greeks, until the great city was destroyed by 141 BC. But is Babylon indeed gone forever, great Nebuchadnezzar? Your people look to you to bring the empire back to life once more. Will you accept the challenge? Will you build a civilization to stand the test of time? Dat gaan we doen. We gaan een ruimteschip maken en dan gaan we winnen. Ja, nou, we hebben weer een nieuw potje. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen, maar het is dus mijn favoriete scientific. We hebben hem nog niet gedaan en we kunnen ook wel eens een keer time victory doen. Daar weet ik ook nog een leuke shift voor. Laten we beginnen. Oké, we hebben een jungle met gems en twee bananen. Ik zit even met de muziek wat harder, denk ik. Zo. Oké, laten we beginnen. Sorry, ik moest even iets reageren. Oké. Laten we beginnen. We hebben ook veel heals. Helemaal mooi. Laten we beginnen. Hohoho, wat een begin. Oké, we weten dus nu dat we... Zullen we even weer reageren? Daarheen. Oh shit, welke map hebben we? Archipelago, oh dat is fucking cool. Archipelago's zijn gewoon een klein beetje... We zijn waarschijnlijk een beetje kleine stukken. Waarschijnlijk een beetje. Zijn gewoon kleine eilandjes rond een groot ding. Oké. Hier hebben we niks. Dus ik ga een worker hebben nu niks aan. Want Jungle Tiles, daar kunnen we niks mee. Ja, die kunnen we wat mee. Maar ja, verder moeten we wachten. Monument. Een warrior hebben we ook niet veel aan. Want het is een klein eiland waarschijnlijk. Dus ik ga een monument doen. Of een scout. Doe even een scout. Daarna doen we een monument. Oké, we moeten deze hebben. Om echt te winnen moeten we Great Library hebben. Oké. Jee. Deze. Deze wil ik hebben voor de science. Gratis technologie. Nou, dan moeten we bronze working fixen voor de jungle. Maar dat zien we wel. Eerst, het wordt veel wachten bij deze. We moeten gelijk een boot maken, we moeten ook gelijk sailing.
Dat gaan we even eerst doen. We gaan pottery, belangrijkste nu. En daarna... Oh, wacht, ik hoef helemaal geen scout. Nee, want ik heb die warrior al natuurlijk. Die ontdekt toch al alles. Ja, laat me zitten. Word een monument. Zo. Hoppakee. We gaan lekker zoeken. Next turn. Kijk, dit is nu echt alles wat we moeten doen. We kunnen niet zoveel doen. Alles overal is water. Dus daarheen. Maar we zitten op een jungle. Ik wil zo snel mogelijk een shrine. Daar ben ik ook blij mee dat ik pottery doe. Pottery is echt handig. Want zodra we een shrine hebben, kunnen we even favor fixen. Pantheon, 1 cultuur voor elke jungle tile. Die moet ik hebben. Ik moet die hebben. Dus ja, dat is wel fijn. Oké, ja. Goed, zo. En alles ontdekken. Hier kan misschien eens een keer een stad. Vis, gems, cacao, vis, steen. Maar dat zien we wel. Die stad kan nog hier groeien, dus. We kijken wel. Ja. Even kijken. Deze, daar naartoe. Next turn. Gaan we hier naar beneden. Want je ziet al duidelijk dat dit hier eindigt. Hier eindigt het. En daar weet ik niet. Maar het ziet er ook uit alsof het daar nog een touw zit en daar omheen water. Dus ja, we wachten gewoon even af. We hopen dat we veel shoy krijgen. Nou, we gaan gelijk door dan met de... Zodra we de shrine hebben, maken we shrine af. Doen we library. Krijgen we ook een gratis library. Dus oh, dat is wel goed. Wacht, dat is fucking goed dat we jungle tiles hebben. Want... Als je een university hebt, dan krijg je 2 faith voor signs voor elke jungle tile. Dat is fucking handig. Oeh, dat is een hele goede sales. Daar ben ik hype mee. Oké. Ik start trouwens even weer Plants vs Zombies op. Ja, ik speel nog steeds. Omdat gisteren had ik season 4 afgemaakt voor mij dan. Ja. Ik ga even de free play ondertussen doen. Probeer nog steeds goed te commentariëren. Shall the clay say to him that fashioneth it? What makest thou? Ik ga ze trouwens weer laten uitspreken. Okay, we kunnen de shrine en de granary maken. Oké, we gaan langzaam maar zeker gaan we naar beneden. Over een beurt krijgen we een monument. Helemaal goed. Even wachten totdat die test is klaar. Yes, oké. Choose production. We hebben 2 cultuur erbij. Helemaal goed. Shrine. 10 beurten. Mooi, dat is eerder dan de... Dan de riding. Dat is wel fijn. Zo gaat het wel lekker. Zolang ze maar even geen Great Library maken. Daar naartoe. Zo. Ja. Wachten. City States en 25 als het goed is. Ik heb zin in satellite. In satellieten. Want dan kan je de hele map zien. Ah! Een ruin. Dat zou vast dus leuk zitten. Ik hoop een gratis technologie. Dat zou het beste zijn. Of wat gold. Dat is ook wel fijn. Maar het beste zou gratis technologie zijn. Maar dat zien we wel. Oké. Adopt policy. Nou, gewoon het beste is denk ik deze. Deze. Nou, weet je wat? We doen gewoon weer deze en deze. En dan doen we uiteindelijk deze. Deze hebben we nodig. Zo. Next turn. Oké. Jij. Pak dat ding. Ach, dat is zo nutteloos. Dat is de meest nutteloze. Ik had liever nog een map. Dan dat. Oh, waarom? Waarschijnlijk ook de enige rune die we krijgen. Dus daar word je extra verdrietig van. Zo. Next turn. Oh. Kom op. Weet je wat, ik skip even. Tot zo. Zo, ik ben er weer. Ik heb even dat potje afgemaakt. En ik heb dik gewonnen. Echt 500 punten, of 500.000 punten meer. Oké, we gaan hierheen. En ik heb 3 pinjaten, 20 chomper packets. 10 primal potato mine. Dat is een van mijn favoriet. Dus dat is een goeie. Nou, dan gaan we even zo naar de winkel van de ding. Zo. Oh, hier kunnen we een mooie stad maken. Want ten eerste schaap gems en een berg. Dan kunnen we daar Machu Picchu maken. Dat is wel een goed idee.
hoop dat hier niemand anders op gaat kan zitten. Dat zou wel even vervelend zijn. Als hier onder nog een heel deel zit dat er een andere shift daar zit. Dan ga ik die sowieso uitroeien. Oké, okay, we gaan naar de winkel. Ik heb 66.330 coins, omdat ik wat zooi gekocht heb. Oh yes! Primal Potato Mine, een van mijn favoriete plants. De policy. Deze graag, want dan kunnen we sneller de Great Library fixen. Barbaren, die gaan we wel verdoden. 20 van. 20 Iceberg Ladders. Dat is ook wel goeie. En dan 20 Celery Stock. Dus dat is een goeie. Oké, we gaan eerst hier naar rechts, denk ik. Ja, kan wel. Waarom? Ik moet nog een beurt wachten. Nou, doen we even een beurt in Granary. Dan wachten we eventjes. Oké, ik heb nog 51.330 coins over. Nou, dan ga ik eerst even de 4 gauntlets, gratis gauntlets, krijgen. He who destroys a good book kills reason itself. Hey, oké, mooi. We hebben een hoe heet dat ding nou? Great Scientist, dat krijg je als je riding krijgt. Dat is een bonus van deze gast. Die gaan we hier gooien. Als het goed is. Zodra we het kunnen, maken we zo'n alchemy ding. Dan krijgen we gelijk meer science. Dat is altijd goed. Doen we mining? Animal husbandry? Ja, doe maar toch mining, want dan kunnen we even hier iets doen. Tenminste. Oh shit! Ah, zonde. Nee. Zie die paard. Fucking vet. Oké. Jij, 41 beurten, rot op. Dat is veel te veel. Eten van 4 naar... Van 41 naar 27 vind ik nog te veel. Deze daar. 27, ja. Of we doen dit, 23. En dan zijn we stagnation. Ja, dan krijgen we wel wat minder money. Dat fix ik later wel. Kunnen we ook even een bij je tile doen. Doen we dat gewoon. Zo, stagnation. Van 23 gaan we naar 21. Dat ding is heel handig om te hebben namelijk. Oké. Okay. Oh, we moeten daarvoor mining hebben. Oké, cool. Dan wachten we even. Zolang er maar geen barbaren komen, is het goed. We hebben gelijk wat een dikke science bonus in het begin. Nou, we hebben echt geen klein eiland. Oké. 20 beurten overleven. Hopen dat we hem ook krijgen. Even mining face. Oké, ja, ik heb geen eten omdat ik even aan het focussen ben op andere zorg. Oh! Please zeg dat hier niemand woont. Ah, hier gaat sowieso iemand anders. Hier woont sowieso iemand anders. Want ik wil hier echt heel veel steden maken dan. Zo niet. Zo niet, dan spam ik hier echt settlers. Hier een settler, daar een settler, hier een settler. Nou, we zien vanzelf. Gaan hierheen. Gaan we hier. Ah, hier. Oh, yes, gratis technologie. The haft of the arrow had been feathered with one of the eagle's own plumes. We often give our enemies the means of our own destruction. Mooi, dat is fijn. Vooral voor een science gast is dat fijn. Vind ik toch wel de beste ruin ding. Gratis technologie. Oké. Ja, hier woont sowieso iemand anders. Dit eiland is daar te groot voor. Om niet van iemand anders te zijn. Oh, die zit daar. Oké. Ik ga eerst even wat exploren. En daarna ga ik even die gasten uitroeien. Hier kan ook nog een stad. Nou, als dit van mij is, ik claim alles, echt waar. Oh, ja, voor mij is dit toch allemaal van mij, want anders zouden die rooms er niet bij zijn. Geen, goed zo. Niet van elke jungle tile, want die wil ik hebben. The meek shall inherit the earth, but not its mineral rights. Oké. Zo, dan kunnen we jou daar neerzetten. Oké, dan krijgen we 1 productie en 8. Veef krijgt ook nog 20, dus dat komt in dat ding gaat van 15 naar 12. Als we slim doen, hier zie je 2 productie. Oké, 6 en dit is allemaal 10, dit is allemaal 20 en 16. 16, 20, 16. Oké, hup, naar die. Dat gaat van 6 naar 3, 5 en 9 en 8. Oh, dat gaat lekker, dat gaat echt lekker. Die of sailing. Sailing is wel handiger. Die. Een map. Nou, mooi. We zien niemand.
Het scheelt ook weer wat beurten. Next turn. Ik vind map wel handig. Oké. Volgens mij sta ik 10e. Nog 105 punten. Oké, Earn Gauntlets. Oké. Oh, je gaat hier echt heel veel steden maken, hè, als het kan. Ja. Die. Daarheen. Next turn. 11 beurten overleven nog. Kijk, we hebben nu al zo'n academy. Dat is zo sterk voor het begin. Al die dingen kosten zo weinig. Maar daarom is dat ding ook zo sterk. Normaal zou ik boost technology doen, maar zo'n academy is veel handiger. Vooral in het begin. Ik heb sowieso nu de meeste technologie, toch? Oh, nou, dat gaat niet lang duren. Ik sta nu 5e, maar dat gaat niet lang duren. Waarschijnlijk zijn er een paar met echt 2 gratis technologieën van Ruin. Hij heeft zo'n gevoel na. Denk het wel. Oké, even weer reclame verversen. En dan even wachten tot hij weer available is. Wat hij weer niet is, tuurlijk. Even refreshen. Zo. Ja, next turn. Okay. He who commands the sea has command of everything. Yay, okay. Kunnen we weer zorg maken. Wat kan jij doen? Die. Voor mij woont hier echt serieus niemand. Oh, dan worden we echt sterk. Found a Pantheon. Mooi zo. Waar staat die? Die kunnen we... Nee? Welke konden we nou doen? Waar staat die? Voor iets gold en silver? Dat kan ook wel. Jungle Tiles. Yes. Kijk. Cultuur. En cultuur. Mooi. Hebben we heel veel cultuur. Kunnen we veel meer policies fixen. Ja, daar naartoe. Oké, hier eindigt het gewoon. Dan ga ik gewoon gelijk weer terug. Gaan we even die encampment weghalen. Iemand is al een classical. Maar ja, die gaan ook echt gewoon focussen erop. Dus dat doe ik gewoon niet. Want dat is niet nodig, denk ik. Ah, barbaren. Wat vervelend, barbaren. Die me niks aan kunnen. Haha, next turn. 5 beurten nog. Kom op. Die daar naartoe. Next turn. Oh, we kunnen die gold ook pakken gelijk. Wat is die boot van plan echt? Fuck. Zo. Kijk hoeveel snel we ook groeien, joh. Zo'n stad is alweer bijna volledig qua embassy waarde. Here Hector entered. With a spear 11 cubits long in his hand, the bronze point gleamed in front of him and was fastened to the shaft of the spear by a ring of gold. Done. Okay. Down to two. Choose research. What have we nodig? Animal husbandry. Misschien krijgen we nog ergens paarden of zo. Weet maar nooit. Nee, deze. De optics is fijn om te hebben. Zodra we dan deze hebben. Dan kunnen we even gratis technologie, want dan gaan we gelijk voor Great Lighthouse, want dat is goed om te hebben. Vooral voor Archipelago. Dan krijgen we meer sight en meer aim movement en sight en gratis lighthouse, dat wil ik wel hebben. Voor een bit krijgen we de Great Library. Kom op. Geef me de Great Library. Daar zou ik blij mee zijn. Voor 15 gaan we trouwens onthouden, 15. Voor mij hebben we hem. Yes! Libraries are the shrine where all the relics of the ancient saints, full of true virtue, and that without delusion or imposture, are preserved and reposed. Bacon. Oké, yay! Nou, wat doen we? We doen deze. Colossus. Dan krijgen we lekker veel monies, hoor. Do not wait to strike till the iron is hot, but make it hot by striking. Bij mij kost dat meestal echt 25 euro. He who knows others is wise. He who knows himself is enlightened. Okay. 21 beurten. Colossus. Ik wil die eigenlijk best wel hebben. Colossus. Zou wel moeten lukken hoor. Worker komt later wel.
We hebben toch nog geen bronze working. Wat heeft hij? Ach, stoel man. Heb ik toch niks aan. Comeback strength. Fijn dat we dit ding hebben. Echt fijn. Oké. Next turn. Waar gaat hij staan? Hier gaat hij staan. Zo gaat het wel echt hard. Nog even die encampment weghalen. Dimens marble. Jammerlijk. Oh, hier is marble. Komt wel eens een keer zodra ik het kan. Eerst wonders. Die zijn echt veel handiger nu. Al die bonussen. Oké, vals aan. Oké, deze. Next turn. We zijn ook echt gewoon eerste. Lol. He made an instrument to know if the moon shine at full or no. Mooi, deze kan nu gewoon het water op. Oh nee, dat kan pas als je friendly territory, dus hier kan dat. Oh, nou, hij kan het wel. Trust me. Tot dan. Oké, dan gaan we nu even wat healen. Want anders, zodra we deze pakken, dan gaat hij ons aanvallen. Ik ken die trap wel. Oké, hier, twee birds. Jesus. Nee, geen Riders Guild. Nee. Twee beurten voor dat ding. Yeah. Dat is zo weinig. Dit gaat echt lekker. Dit is echt het beste wat ik ooit heb gedaan met hem. En ik ben blij dat ik het kan filmen. Of lease ik. Maakt mij niet uit. Dit is de beste start die ik ooit heb gehad. Oké. Okay. Oh, hij heeft een gat gespawnd. Ik vind het een beetje rough terrain hier. Dus doe maar die. Heal. Stad op hem. Hoppakee. Allemaal pijlen erop. Zolang niemand maar het Colossus maakt of de Great Lighthouse, dan ben ik blij. Goed, dus hebben we nou... Ja, dat vinden we wel. Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. Zo, als goed is zijn we nou wel eerst, hè? Ja, dik zijn we. We zijn echt de dikke eerste. Ik wil ook zo daar een spy hebben. Die gaan we natuurlijk naar andere steden. Maar dan wil ik er ook eentje in de stad doen. Want anders gaan mensen onze technologieën jatten. Want we gaan lang eerste staan, dat weet ik wel. We hebben bronze working al, joh. Wat kunnen we doen? Kalender is wel leuk. Ja, kalender. Oké, ik heb als het goed is nou alle gems en gauntlets... Oh nee, gems nog niet. Maar gauntlets wel. Oké, gewoon blijven healen. Zorg even voor dat we winnen. Ze kunnen ook nergens ontsnappen. Want dat loopt sowieso dood. En ja, we hebben de enige plek hebben we gehad. Oké, nog even één keer healen en dan gaan we zo aanvallen. 13 beurten. Dit is gewoon heel veel next turn. Maar daarom, ik vind dit potje nu al heel leuk. Dus. Pontje sticks. Nou, ik sta sowieso laatste. Maar dat maakt me niet uit. Ze mogen me lekker focussen op militair. Want ik ga er gewoon mee bezig. Ik zet natuurlijk wel een keer een archer in mijn stad. Maar voor de rest, nee, niet nodig per se. Oké, alle gems zijn op. So teach us to number our days, so that we may apply our hearts unto wisdom. Oké, ik heb nu alle gauntlets en alle gems gefixt. Dus nu komen de coins. Oké. Ah, dat win ik nog steeds. Mooi. Oké, pak die cabinet. Zorg voor 25 goud. Ja, mooi. Stalt op hem. Gewoon zoveel mogelijk damage. We hoeven niet per se te kill, zolang ze gewoon gedamaged. Deze is handig. Ja, die gaan we doen. Over 11 beurten zijn we dan, zodra deze klaar is, kunnen we gelijk door naar National College. En deze wil ik ook voor de Scientist Point. En gaat Social Policy. Ja, die gaan aanvallen. Maar dat is het wel. Dat overleven ze wel. Hier, kijk hoeveel. Oké, healen. Hier, dat overleven. Als er staat mijn victory, nou, kun je nagaan wat er bij hun staat. Dat verliezen ze dik. Maar het scheelt beurten. Ik heal en hij valt alvast aan. Nou, hij doet maar lekker. Ik sta ook op een heal, hè. Dat is wel beter. En dat was de laatste unit. Oké, dankjewel. Pak dat ding.
Dat hebben we gekregen. 20 cultuur. Oké, okay, dat is wel goed. Dat is wel oké, okay, laat ik het zo zeggen. Schipara. Wat een start dit. Ja, hoeveel coins heb je nu? 51.830 coins. Oké, okay, helemaal cool. Jij gaat even healen. Next turn. Even langs aan 10 HP eraf pompen. Ah, 7 beurten en dan is hij weer vol geheeld. Oké, okay, het wordt nou gewoon alleen maar next turn drukken. Dus. Next turn. We kijken naar demographics. Ik sta nog steeds eerste met dit. Populatie het minste, eten het minste, maar ik focus nu even op productie. Maar zolang we op literacy eerste staan, dan is het helemaal goed. Oké. Okay. Hopen dat we Colossus even fixen in één beurt. Of voordat er een video half uur is. Ik wil de video's meestal een half uur van Sif. Dat is wel een goeie, vind ik een goeie. Zo, schiet in. Ondertussen dat hij schiet, niks in. Tap of Artemist. Ah, oh, zo vervelend. Nou heb ik geen eten. Eten. Overal is eten. Halleluja voor jungles. Fishing boats. Nou, dat is wel een handige voor deze. Oké, okay. Even weer reclame verversen. 52.330 coins, alweer. Zo, nog één keer next turn. Dan gaan we even zo weer lopen met die warrior. Of spearman eigenlijk. 3 beurten nog. Helemaal goed. En 3 beurten voor die. Jij gaat daar naartoe. Ga jij zo meteen hier en dan daar naartoe. Dan gaan we even kijken wat hier zit. Want je bent me nooit. Misschien zit hier nog beneden nog wat. Ik zie hier nog wat bos. Maar hier is vol met water, dus. Oké, okay, social policy. Meer goud en minder happiness. Of eten. Die. Oké. Okay. Next turn. 1 beurt nog voor Colossus. Kom op. Geef me dat ding. Dat was hem. Mijn hele stem zat vast. Jij! Why man? He doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. Yay, money. There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance. Die wil ik. Meer science, heel graag. National College. Nee. Die kan later. Deze. Great Lighthouse. Die gaan ze sowieso bouwen, dus die wil ik even eerst hebben. 20 beurten, dat is echt veel te veel voor. Ja, maar doe maar die. Ik wil uiteindelijk even een worker kopen trouwens. Ik weet niet hoeveel ik kon. Oh, dat is 310. 12 beurten wachten. Oké, okay, dat was dit de aflevering, denk ik. Ja, dit was de aflevering. Hopelijk vond je het leuk. Doe een like, abonneer en doei. Even wachten tot de beurt voorbij is. Kom op, ik wil stoppen. Doe nou. Stop. Barbaren, ik wacht. Dankjewel. Doei.